Nou, dan zal het wel goed met je gaan, toch? Dat is cynisch. Weet je, als je dat beseft, dan snap je ineens die spotjes op televisie. Ik snapte ze eerst niet. Ik heb het over die spotjes van het leger des heils bijvoorbeeld, dat je tegen eenzame mensen zoals een keer hallo mag zeggen. Ik dacht, moet ons dat worden uitgelegd? Dat snappen we toch zelf wel? Maar blijkbaar niet. Anders zou het niet gemaakt moeten worden. Het eetfonds moet ons via de media vertellen dat je van een beetje begrip geen eten krijgt. Want we snappen het gewoon niet meer. Worden we dan echt steeds dommer? Hebben wij het echt gewoon nodig dat we via de media horen wat we moeten doen als we getuigen zijn van zinloos geweld? En voor degene die het spotje niet heeft gezien, ik zal het nog één keer voordoen. Als hier iemand in elkaar gebeukt wordt, ja, en je komt toevallig langslopen en denkt, oeh, dat is niet goed. Oh, dat is helemaal niet goed. Maar goed, ik heb het spotje gezien, dus ik weet... Oh ja. Hey! Hou eens op, joh! Dat is toch niet normaal? Nou, doe dat mes weg. Nou, één keer is genoeg. Nou, dat werkt ook niet. Wat moest ik dan ook weer... Oh ja, mensen erbij halen. Jongens! Kom! Snel! Oké, heeft iedereen het spotje gezien? Ja? Oké, dan stel ik voor, dan tel ik tot drie. En dan zeggen we heel hard van... Hey! Hou op! Ja, dat helpt, ja. Maar dat moet wel in één keer goed gaan, hè? Want we zitten een heel klein beetje met tijdnood. Dus, ja? Oké, nou, dan gaan we dan. Tot drie, hè? Oké. 1, 2, 3. Hou nou op! We zijn met z'n allen. Zou een van jullie dat ook kunnen vertalen in het Arabisch? Want, volgens mij... Nee. Het klopt niet meer. Het klopt echt niet meer. In iedere evolutie, of je nou mens of dier bent, je gaat altijd vooruit. Anders maak je geen kans op overleven. En je moet toch overleven als soort. Dus je wordt steeds slimmer, steeds geavanceerder. Maar het lijkt wel als wij als enige diersoort achteruit gaan. Weet je dat ik mijn vertrouwen in de mensheid eigenlijk al ben kwijtgeraakt... toen ik erachter kwam dat in de scheepvaart, als iemand overboord flikkert... Weet je wat je dan als eerste tegen de drenkeling moet roepen? Weet iemand het? Man overboord? Dat roep jij tegen de drenkeling. Ik denk dat die dat wel weet, hoor. Een man overboord! Ja, jij! Ik hoorde ook help. Ik weet dan niet tegen wie je dat roept. Help! Doei! Nee, wat moet je roepen tegen de drenkeling? Zwem! Dat is het goede antwoord. Daar moet je eens even over nadenken. Iemand flikkert overboord en je moet roepen... Zwem! Want anders raakt iemand in paniek... en die vergeet... te zwemmen. Zal ik dat nog eens zeggen? Die vergeet... te zwemmen! Ik heb daar heel lang over nagedacht. Maar ik vind, als jij vergeet te zwemmen... dan lok je het wel een beetje zelf uit, hè? Dan had je het ergens moeten opschrijven. Ik bedoel, ik heb heel vaak in mijn leven gezeild. Ik heb één keer een Griek tegen mijn hoofd aangekeken. Flikken overboord, heel de boot. Gabier, zwem! Zwem! Ik stond tot hier onder water. Ik stond echt... Ik ga hier echt niet in. Hulp! Nee, maar hoe komt het? Hoe komt het dat ik het idee heb dat we steeds dommer worden? Is dat omdat we onze hersens niet meer trainen? Omdat we niks meer hoeven te onthouden? Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Dan had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes? Nou, ja, wij hadden één knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was het dan één knopje. En ik weet nog steeds niet... Geen idee! Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd.
ik dacht, nou komt het. Er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Want dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij. Dat was voorpret. En je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen. Ze wist van niks. En ik kwam zij s'avonds thuis en zei... En lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En lieverd, 30 oproepen gemist. Wat is aan de hand? Met die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks. Ik wou weer je stem horen. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt en je telefoon dan heen belt. Nee, nee, nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon... Henk! En dan belt hij Henk op. Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch. Alleen zo jammer dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Maar je weet wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen waar ben je? Dat bereik je nooit. Kom op nou, man. Nee, maar waar is het goed voor dat je aan het duiken bent? En je zegt, oh kut, ik moet naar huis. Even mevrouw bellen. Hoer! Het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we allemaal een vaatwasser hebben. Het is ook niet genoeg dat we allemaal van die blokjes hebben waar het zout al in zit. Nee. Wat heb je nooit de vaat, weet je wat, dan heb je net ingeruimd. En dan loop je naar de kast om zo'n blokje te pakken. Heb je dat blokje in je hand, denk je, ja. Moet ik het nog helemaal uit de verpakking halen? Oh. Moet je dat dus helemaal doen? En dan moet je met de verpakking weer terug naar de pedaalemmer. Om dan weer terug te gaan met het blokje naar de vaatwasser. Om dan erin te doen en dan denk je, ja, maar nou moet ik mijn handen wassen! Hoe lui kunnen we nou nog worden? Gewoon even serieus. Een afstandsbediening. Op je Walkman! Dat is het verschil tussen dit en dit. Weet je wat ik het allerergst vind? Zijn die voorgeprogrammeerde sms'jes in je telefoon. Die schablonen. Die teksten als, ik ben op kantoor, bel me daar. Maar je hebt ook, ik hou van je, comma. En dan hoef je alleen nog maar de naam in te vullen. Het antwoord heb je ook al, ik ook van jou. Maar ik heb nu een nieuwe telefoon. Er staat een voorgeprogrammeerde sms in. Met de letterlijke tekst. Sorry, comma, daar kan ik je niet bij helpen. Voorgeprogrammeerd in je telefoon. Kijk, dan snap je een beetje hoe we met elkaar omgaan. Dan snap je gewoon ineens dat mensen het lef hebben. Echt het gore lef om te staan bellen bij de slager. Terwijl die man hun bestelling staat op te nemen. En dan nog kwaad wordt als die slager er wat van zegt ook. Dat gewoon zo'n man het lef heeft om te zeggen... Zo, je ziet niet dat ik aan het bellen ben? Sorry, lieverd, was de slager. Nee, ik wil dat vet niet. Nee, ik kan het niet tegen jou, schat. Nee, lieverd. Nee, maar hoe onbeschoft moeten we nou nog worden tegen elkaar? Hoe willen we elkaar nou weer gaan zien? Gewoon als mensen? Dat je gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten. Maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten? Zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn.